Yo, kijk voor Game Max. Welkom bij een nieuwe Mindtopia video. Vandaag zijn we hier in Mindtopia, mensen. We zijn er weer. En vandaag zijn we in een stad waar we nog helemaal niet vaak zijn geweest. We zijn er volgens mij één keer in een video geweest. Of één keer in een livestream. Maar dat is een nieuwe stad, de heel. Dus een beetje voor het voorstadje van Malibu. Maar ik ben je natuurlijk niet voor niets, mensen. Ik ben je zeker niet voor niets. Zoals jullie aan de titel zien, ik ga het meteen verklappen. Ik ga een veiling maken. En dan raden jullie het al. Ik ga het natuurlijk in de heel maken. Het heeft een tijdje geduurd voordat ik het heb kunnen regelen. Ik heb natuurlijk geen één bedrijf meer. En ik dacht, wat kan ik nou maken? Ik ga natuurlijk geen voedselwinkeltje maken. Want dan zit ik alle level 1's een beetje weer in de weg. Ik dacht, wat ga ik doen? Ik ga een veiling maken. Dan, dat is genoeg concurrentie. Dus iedereen kan het doen. En ik dacht, een veiling is wel leuk. Ik moet wel zeggen, na een aantal maanden of weken ga ik het wel aan iemand doorgeven. Dus ja, het is enkel om wat geld te verdienen. En dan stop ik er ook weer mee, dan gun ik het aan iemand anders. Dus ja, dat je dat ook weet meteen. Ik ga natuurlijk niet voor mezelf weer dat ik 100 miljoen heb. Dat gaan we natuurlijk niet doen als ik weer... Ik moet nog wat uitgeven, dus als ik weer een beetje verdiend heb, dan stop ik er ook weer mee. Dus dan zal iemand anders het krijgen. Misschien geven we het wel weg, ik weet het niet. Maar het is puur dat ik iets weer te doen heb, want ja, ik heb een tijdje natuurlijk echt alleen maar rondgedurfd. Dus ik dacht, laten we gewoon eens een veiling starten. Dat is natuurlijk leuk. Zit ik niet zo heel veel mensen meer in de weg, want ja, level 1 die kan dat niet bepaalde veiling starten. Wel een voedselwinkel, en als ik dan ook een voedselwinkel start, dan zit ik hun weer in de weg. Dus ik dacht, een veiling is een ideaal iets. Zoals ik al zeg, niet voor lang termijn, maar wel voor kort. En ja, jullie kunnen natuurlijk daarna ook nog altijd heen gaan als het niet meer van mij is. Maar in ieder geval, waar ik het ga maken, jullie zien het al, ik ben in de heel. En dan denken jullie in de heel, waar de fuck moet je in de heel doen? Want er komt echt helemaal niemand. Nou ja, dat klopt. En dat gaan we dus even wat voor zorgen dat er wel wat mensen komen. Het is natuurlijk een beetje een resortland waar heel veel rijke mensen wonen. En ze hebben hier een shoppingmall. Nou ja, ze hebben hier een shoppingmall. En die staat een beetje leeg. Nou, zoals jullie kunnen zien, gewoon letterlijk naast de ingang, leeg. Of het is al gebouwd, maar er staat niemand. Nou, ik ging dus naar de gemeente, ik zocht de plot. Nou, gemeente kwam dus eigenlijk aan. De bovenste verdieping in het winkelcentrum, helemaal boven, wordt niet gebruikt. Ja, dat snap ik, want als er al onder niemand komt, dan komt er al boven helemaal niemand. Dus ja, de bovenste verdieping, een ideale locatie. Als je dan ook naar de veiling wil, moet je dan ook gewoon deze trap op. En dan loop je naar de andere kant toe en dan is daar weer een trap. En dan het hele bovenste gedeelte, wordt dus de veiling. Ja, deels dan, niet helemaal. En ga hierin en daar zijn wel mensen. Kijk, er komen wel mensen. Dus het is niet inactief, er komen gewoon een 3-4 mensen. Dus hier komt het dus. Dan heb je hier zo, dan komt hier dan ongeveer, een inleverbalie, kantoortje, opslag. En dan wordt daar de veiling gemaakt. Ik weet niet wat we hiermee gaan doen of dit later, maar in ieder geval hier wordt dus de hele veiling gemaakt. Het moet natuurlijk nog allemaal gebouwd worden, daar hebben we natuurlijk bouwers voor. Ik moet het wel gaan kopen, het kost bijna 1 miljoen bij elkaar. Dat is natuurlijk veel geld voor, dat is eigenlijk veel geld voor een plotje, maar het is natuurlijk gewoon een heel groot plot. En ik moet er heel veel aan verbouwen, dus uiteindelijk zal het een aantal miljoenen gaan kosten. Dus het moet ook wat gaan terugverdienen natuurlijk. Dus ik denk dat ik daar nog 4 miljoen over heb of zo, weet ik veel, ongeveer dat. Dus we moeten plot gaan kopen en daarvoor moeten we naar de gemeente toe. Hier komt het dus, dan weten jullie ongeveer wat komt. Het is best een grote ruimte dit stukje, hier komt het dus. Dus ik vind het een best nice ruimte. Het is natuurlijk wel een lokaal, een goede locatie in de heel, want ja... Iedereen kent het winkelcentrum, anders was het best moeilijk zoeken. Dus dit is ook nog een beetje wat aan de grootte voldeed. Want ik kan natuurlijk niet zo'n klein plotje hebben. Nou, dan gaan we nu naar de gemeente toe. En ik weet niet hoeveel het precies kost. Het kostte 800.000, nog wel of zo, met vergunningen erbij. Dan moet ik nog een KVK, dan moet ik nog een hele dingen. Dus het gaat qua plot en vergunning al boven de miljoen komen. En dan gaat de bouw denk ik ook nog een aantal miljoen kosten. Dus ik denk dat ik dan niet veel geld erover heb. En trouwens, we hebben de 1000 likes gehaald de vorige video, wat was dat weer, de 100ste aflevering. Dus ik ga ook nog een auto kopen, dat heb ik jullie beloofd, als ik de 1000 likes kreeg, dan ging ik een auto kopen. Probeer als we deze video weer 1000 likes kunnen halen, zou tof zijn. Ik loop naar de gemeente toe, dus als het goed is bij die straal daar. In ieder geval, de helikopter heb ik gevraagd. Hij was er nog niet, dus we moeten nog even wachten. Even kijken, is dit de gemeente? Ik heb geen idee. Dit is het bouwbedrijf. Oeps. Nou, dan gaan we even op zoek naar de gemeente. Want ik ben niet zo heel bekend in deze stad. Even kijken. Eerste gemeente, gevonden. En als het goed is was relevant, 1997. Die werkt hier, dus de lokale burgemeester. Hij staat hier al, want hij wist dat ik het opnemen was. Oké, daar staat hij.
Daar staat hij. Hallo. Okay, hij zit gewoon bij mijn channel. Hallo. En ja, ik praat tegen hem, want hij hoort mij op Teamspeak en hij typt gewoon. In ieder geval, ik wil komen afrekenen. Het plot, je weet wel. Ja, klopt inderdaad. Ik heb natuurlijk allemaal besproken net. Nou, hoeveel gaat het kosten allemaal? Met vergunningen erbij. Shopping mall toch? Ja, de shopping mall, ja. Bovenste verdieping. 780 voor plot. Dat is aardig wat geld voor plot. En wat kost de rest? Natuurlijk niks vergeleken met mijn maat plot eigenlijk. De vergunning is 35 voor de veiling. Dat valt nog mee. Dat is 5 uurtjes online zijn. En 5000 voor de bouw. Dat is dus heel goed gerekend. 28.000, ja. Nou, hoeveel briefjes zijn dat? Glasjes kalk 820, deel het door 5. 164 briefjes. Nou, 2 stacks. 1, 2. Dat is, even kijken, 128. Dus er moeten er nog 2. 36 moeten we er nog. Nou, gaan we er nog 36 pinnen. Even kijken. Ja, er zijn er 9. Nou, we moeten naar de 36 toe. Als het goed is, klopt het dan. Hop, hop, hop. Dit doet af en toe een beetje langzaam, aangezien ze dat nieuwe banksysteem hebben. Maar dat maakt natuurlijk niks uit. In ieder geval, hopelijk kunnen we gewoon die likes halen. Gewoon die 1000 likes weer, zou tof zijn. En ik ga de auto een van de volgende afleveringen kopen. Max en Gamer, bent u een YouTuber? Ja, daar ben ik. En ik neem nu op, XD. Nou, hij zit dus in de video. Nou, ik heb als het goed is gepint, ga nog even narekenen. 100, ja, 64, oh, kalk, 64 plus 64 plus 36, 164, dat klopt dus. Nou, hoppa, hoppa, hoppa. Heb je die stacks? Mag ik van, oké, we gunnen deze jongen, gunnen we die 5k. Nou, we gunnen hem die 5k. Waar is hij? Kom, hij rent weg. Ik kan hem 5k. Oh, hier. 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 Nou, die jongen is ook wel blij. Nou, als goed krijgen we nu de vergunningen. Hopelijk heeft hij die al geschreven. Ja, die heeft hij al geschreven. TH. Wat is het? Even kijken. TH72029. Oh, het heet allemaal hetzelfde. Dit is de. Eigenaar plot. Plot. Oh, dat is plot. Even kijken, wat is dit? We bouwen, ja, dat is bouwvergunning. Dan hebben we dit, is de starter van de veilingvergunning, dat is handig. Please, mag ik er nog? Deze man vraagt eerst 5k en dan wil hij nog meer geld erbij. Nou, dat gaan we niet doen. Hij heeft al 5k gekregen, niet zo zeuren. Nou, thanks en de groeten. Vergeet een bouw. Ja, we gaan ook een bouwaanvraag innemen. Dat doe ik al na de video. Want dat is namelijk heel erg saai. Want er wel, ja. Wie de fuck gaat er nou helemaal mee kijken als ik een bouwaanvraag van 10 minuten ga inleveren? Dat is natuurlijk een beetje saai. Maar laat achter als jullie naar de veiling gaan komen. En ja, laat achter wat je van plan vindt. Doe natuurlijk ook eventjes een like als je het tof vindt dat ik een veiling ga maken. Ik vind het namelijk heel tof. Ik heb ooit een veiling gehad. En het was super leuk. Was natuurlijk een wasteland. Was een beetje een gevaarlijke veiling. Ik hoop dat er nu, ja, wat minder gevaarlijk wordt, weet u. Anders dat kan. Behalve. Nou, geen idee. Ik ken deze stad ook niet. Atlanta. Geen idee. Ik ga altijd via Atlanta. Nou, in ieder geval, mensen. Dit was dus de video. Bedankt voor het kijken. Vond je dit een toffe video? Doe even een like hier. Dus ik hoop echt dat we 1000 likes kunnen halen. Abonneer als je dat niet hebt gedaan. We gaan echt hard naar de 10.000 abonnees toe. En het zou tof zijn als we die dit jaar nog gaan halen. Nog 700 of zoiets. 650 ondertussen als deze video er zijn is. En ja, volg me ook op Twitter. Binnenkort gaan we weer een leuk deel of houden spel doen. Dus als je mee wilt doen, moet je Twitter in de gaten houden. Want ja, op Twitter staat altijd als ik ga opnemen. Dan staat dat op Twitter. Dus belangrijk, volg me op Twitter. Deel deze video met je vrienden. En ja, wees natuurlijk, blijf geabonneerd als je geabonneerd bent. En like deze video. En dan bedank ik jullie voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei!